We zitten in mijn favoriete kamer van het huis. En ik zit hier met Olivia. Hij heeft deze luiers onder haar hoofd. Hier. Ze ligt op de voedingskussen, maar ze ligt liever wat hoger. Dan kan ze beter kijken. Ik heb dus iets heel leuks gekocht, namelijk kleren in maatje 62. Ja, ze is inmiddels maat 56 en ze groeit echt als kool. En als ze het zo door gaat zetten, dan is ze binnen de kortste keren passen in 62. Dus ik dacht, tijd voor een shoplog. Ik heb alles bij de Zeeman gehaald. Het is echt zo cute. Ik heb dus 7 outfits gehaald. Eerst even iets voor mezelf laat ik zien. Dit is een padeo, volgens mij heet het zo. Dat is, zal ik maar zeggen, een sjaaltje die je zo kan omdoen. Ze zit maar echt ook te kijken, wat wil jij allemaal aan doen? Die kun je dan zo omknopen over je badpak of over je bikini. Dan loop je niet zo naakt rond als je bijvoorbeeld even drinken gaat halen op het strand. Of een ijsje. Maar Olivia mag nog geen ijsjes, hè? Ze zit lekker te kijken. Dus dat heb ik in pantenprintje, want ik heb dus ook een nieuwe bikini gekocht. Die zijn nog niet binnen, want ik heb een hele grote bestelling gedaan op Shine of Shein. En dat komt vanavond binnen. Dus daar komt binnenkort, of misschien ook al in deze video, komt die shoplog er ook in. Maar hier, deze past er in ieder geval bij. Deze is dus van de Zeeman. En hij was 5 euro, deze doek. Heel cute. Wil jij je put in? Of juist niet? Ze heeft dus nu door handjes ontdekt. Die stopt ze steeds in haar mond. Oké. Beginnen we met dit outfitje misschien. Ik ga bij ieder outfitje... Misschien vind ik dit wel het schattigste. Ik heb dus complete setjes gekocht. Want ik dacht, ik ga niet weer shirtjes hebben waar ik dan geen broekje bij heb. Dus ik heb dit schattige shirtje met korte mouwen. Met zeesterretjes. En dan dit geripte leggingje erbij. Vind je die niet leuk? Kijk. Ja, dit is mooi toch? Ik vind het niet zo leuk. Ze moet gaan slapen. We zijn even verplaatst naar de slaapkamer. Want Olivia wilde eerst eten. En nu heb ik haar in bed gelegd. Maar ze wil nog niet echt hard slapen. Maar ze is wel moe. Dus ze zal zo wel gaan slapen. Ik ga even verder met de shoplog. Ik had deze laten zien. Dit shirtje was 4 euro. Heel schattig. Echt super zomers. En dit broekje was 3 euro. Heel schattig setje. Dan gaan we naar het volgende setje. Dat vond ik ook heel schattig. Dat was dit shirtje met lange mouwen. Er staan al wat bloemetjes op. En My Flower Garden heet het. Staat erop. En die was volgens mij 5 euro. Oh nee, 2,50. Wat beter. En daar had ik dan dit schattige beige broekje bij van 5 euro. En daar zitten dan van die roesjes aan. Heel schattig. En dat staat dan zo. Ik laat zo wel even alles nog zien als ik het uitleg op bed. Dus dit is een setje. Heel schattig. Dan heb ik deze trui met deze broek. De trui was 7 euro. En het heeft een heel schattig motiefje. Van die bobbeltjes. Het zou ook een jongetjestrui zijn. Maar ik heb expres een beetje genderneutraal dit pakje. Met een leuke broek. Een, ja, wat is dit voor een stof? Het is van dat, een beetje van dat linnen. Heel schattig met streepjes. Dus dat is die combo. Even kijken, die trui was 7 euro en de broek was ook... Dit is een iets duurder pakje. 6 euro. Dan had ik twee... Dit was een combi, zal ik zeggen. Deze twee bij elkaar. Samen 4 euro, dus 2,50 per stuk. Eentje met citroentjes en eentje met een zonnetje, geloof ik. Ja. En dan had ik dus ook twee gele broekjes bij. Deze is met leeuwtjes. Dus dit is met rib. Die is 2,99 en deze
3,99. Dus twee. Dus dit zijn twee gele setjes. En dan heb ik nog dit hele schattige jurkje. En er zit dus blijkbaar een broekje bij. Dat wist ik niet. Dat zag ik niet in de winkel. Dus dat is dit een jurkje. Een blouse jurkje. Met deze legging erbij. Maar deze zou je ook zonder legging kunnen aantrekken. En deze jurkje was 8 euro. En dit broekje 3. Oh, ik ben benieuwd hoe lang het duurt. Ze slaapt niet. Maar goed. Dag, ga gewoon verder. Dus. Ah, oh shit, niet huilen. Oké. Okay. En dan als laatste had ik nog dit broekje. Die had ik wel losgekocht. Die vond ik heel schattig. Dat is ook maar 3 euro. Roze met hartjes erop. En aan de onderkant zit zo'n randje. Ja, wat is het? Een beetje zo'n gehaakt randje. Heel schattig vond ik dat. En toen zag ik ook nog dit. Dit is een setje van een romper met roesjes aan de bovenkant. En dan een witte legging. En ik zit te twijfelen om deze terug te brengen. Deze was 7 euro bij elkaar. Oh, ik ga even naar mijn dochter. Ze huilt weer. Dit zijn dus alle pakjes. Superleuk. En allemaal van de Zeeman. Mm-hmm. Ja. Welke vind je het leuk? Allemaal. Vandaag een leuke dag om te vloggen. We gaan namelijk eerst dadelijk met Olivia naar het consultatiebureau. En daarna gaan we in de avond, ga ik met Simone naar de 9 maandenbeurs. Dus dat is heel leuk. Ik heb echt geen idee wat ik daarvan kan verwachten. Het zijn een paar dingen die ik moet weten te scoren. Dat is een babygym en slaapzakjes. Dus ik ga wel met een missie op pad en ik heb er heel veel zin in. Maar eerst consultatiebureau en dan ga ik nu de spullen voor klaarzetten. Ja, ik ben weer terug van de consultatiebureau. Ik wilde je laten zien wat ik allemaal mee ging nemen, maar het was een beetje hectisch op het eind. Dus niet gedaan. We zijn geweest. Alles was goed met Olivia, dus ze was mooi gegroeid. En nu ben ik aan het kolven. Ik ben aan het kolven. En dus dan kan ik dadelijk op pad zonder dat ik mijn kolfspullen mee moet nemen. Mijn moeder komt zo. Zodat Olivia oppas heeft, want Nikki is ook werken. En dan kunnen we naar de 9 maandenbeurs. Ik heb er zin in. En jullie gaan mee. Dus, let's go. We zijn op de 9 maandenbeurs. Simone is erbij. Jullie kennen inmiddels Simone. Hallo. De Moekes on tour. Moekes. Dat is onze nieuwe show. We hebben al professionele foto's laten maken. De partner shoot. / pregnancy shoot. Ja, we hebben een leuke pregnancy. We hebben geen aankondigingen, maar we hebben wel alvast de foto's. Ja, voor als we samen een kind krijgen. Ja. We hebben of gaan dus trouwen. Ja, dat kan altijd. Een feest vieren. Ja, maar wij zijn ook niet dat we samen 60 of zo zijn. Of hoe oud word jij nu? Ik word nu 29. Oh ja, nee. Nee, helaas. Als ik 31 word, zijn we samen 60. Oh ja, groot feest. Volgend jaar. Nou ja, wat ik nog wel laat zien is een kinderwagen die uit zichzelf heen en weer schudt. Dus als je dan stilstaat kun je zo modus aanzetten en dan gaat hij zo tch-tch-tch. Alleen er staan nu mensen bij, dus ik kan het niet laten zien. Ik ga gewoon op de grond zitten. Hoi, ik ben weer thuis van de 9 maandenbeurs. Dat was echt super leuk. Ik heb enorm gelachen met Simone. Dat zag je misschien ook wel in het clipje net. Ik ga even laten zien wat ik heb gekocht. Ik heb ook iets gekocht en dat wordt nog opgestuurd. Want dat hadden ze daar niet op voorraad. En dat zijn van die oordoppen voor je baby of je jonge kindje. Als je bijvoorbeeld... Wij hebben bijvoorbeeld met oud en nieuw gaan we altijd karbiet schieten. En dat is best wel harde knallen. Dus dan kun je die oordoppen opzetten. En dat is dan beter voor de oren. Maar je kan die oordoppen ook in het vliegtuig opzetten. Of als je naar een festival gaat en je kind meeneemt. Je hebt van die gezinsfestival. Dus als ergens de muziek hard staat, heb je van die oordoppen. Dus die komen nog later binnen. En dan heb ik hier... heb ik een eentje van Tule gekregen. Ik heb natuurlijk een Tule
kinderwagen. En daar ben ik super blij mee. En toen zag ik deze donkere eend staan. En zei ik, oh, wat een duister eendje. En toen mocht ik hem hebben. Dus heel erg lief. Ik heb, ja, een informatieboekje over wasbare luiers. Little Dutch kortingsbon zie ik nu ook. Want ik heb bij de Little Dutch heb ik dit gekocht. Oh, alles valt. Hoe heet dit? Een toy chain, een wagenspanner. Hier hebben wij ook een boxkleed van. En zij vindt deze dingetjes wel leuk om te kijken. Dus die kan ik dan in de wagen hangen. En dan is ze niet zo verveeld. Want ze vindt het super leuk om naar dingen te kijken. Dus die hebben we gekocht. Dan heb ik... ze is helemaal weg van Nijntje. Dus ik heb... dan denk je echt, Matthias is 9 weken, hoe kun je weg zijn van Nijntje? Maar ze heeft dus 1 Nijntje rammelaar en die vindt ze het allerleukste. Dus ik heb roze lepeltjes gekocht, want we hadden niet zoveel lepeltjes. En die vitamines moet ik altijd geven met een lepeltje. Dus ik dacht, dan haal ik Nijntje lepeltjes. Ik vond ze wel heel schattig. Ik heb alvast zo'n drinkbeker gekocht. Dat ze kan leren drinken over als ze 6 maanden is hoor. Maar ze waren nu in de aanbieding en ik wilde zo'n beker. Want dan leert ze, zullen we zeggen, uit een glas drinken in plaats van uit een tuutje te drinken. Dus dat is handig. Daarom heb ik deze gekocht. Ik zal alle linkjes van de producten ook in de beschrijving zetten. Want kun je, als je iets leuk vindt, kun je het ook nog zelf even checken. Dan heb ik ook nog dit droogrek voor babyflessen. Want die had ik nog niet en die vond ik overal veel te duur. Iedere keer, want het is echt een droogrek, dus ik wilde er niet te veel voor betalen. En deze was nog maar 5 euro daar op de 9 maanden beurs. Dus die was echt heel top en inklapbaar. Dan heb ik een informatieboekje over wasbare luiers, want die ga ik misschien ook aanschaffen. Gaan we even uitproberen, Nicky en ik. En als het bevalt, gaan we met wasbare luiers verder. Daar zal ik nog wel een keer een video over maken als we dat daadwerkelijk gaan doen. En we hebben heel veel foto's. Super cute. En, deze kregen we gratis van Little Dutch, washandjes. Kijk, heel schattig motiefje. Hierdoor viel washandje als je je inschreef voor de nieuwsbrief. Dus dat hebben we gedaan. Ik vond deze heel schattig. En het pronkstuk is deze slaapzak. Dat is een nieuwe collectie van Puckababy. En je schrikt je dood, want volgens mij is die 140 euro. Was die, maar omdat ik hem op die beurs had gekocht, was het korting, hoefde ik nog maar 110 euro ongeveer te betalen. En dit is dus een 4 seizoenen slaapzak. En daar kan ze in van 6 maanden tot 2,5 jaar. Dus dit is echt op de groei gekocht, zal ik maar zeggen. En er zit dus ook zo'n vliezen binnenkant. En dit kan je er dus uithalen. Dus dan heb je, dit is dan voor de zomer. En met die vlies erin is voor de winter. En dan kun je ook nog de mouwen eraf of de aan laten. Dus dit vond ik echt super top. En dit was wel even een investering, maar nu kunnen we 2,5 jaar vooruit met deze slaapzak. En dan kun je deze vooral gebruiken. En dan kun je er bijvoorbeeld nog een goedkopere slaapzakje bij. Hè? Als deze in de was zit, dat je dan 1 nachtje in een andere slaapzak ligt. Maar ja, hier ben ik heel blij mee. En dit is het pronkstuk. Maar goed, de baby gym heb ik dus niet gevonden. Maar wel die wagenspanner, dus daar kunnen we al wat mee. Maar de baby gym ga ik nog online bestellen. Dus misschien komt dat in deze vlog dat ik die heb. En anders later een keer. Als jij een leuke baby gym weet en zij vindt Nijntje vooral leuk. En dan wil ik vooral met felle kleuren, niet van die pastelkleuren. Want dat is gewoon een beetje saai voor een baby. Dus mocht je die weten, laat het mij ook weten in de comments. Dus dat is wat we op de 9 maandenbeurs weten te scoren. Oh ja, ik krijg ook nog deze leuke shopper bij Little Dutch, omdat ik daar wat kocht. Dus die is ook wel heel cute. Oké, ik zit even te kolven. Ik hoop dat jullie het niet erg vinden dat ik dat even tegelijkertijd doe. Want na het kolven wil ik lekker gaan slapen. Nicky is Olivia aan het voeden. We geven haar rond 11 uur. Nu maken we haar wakker en dan geven we haar een voeding voor de nacht. Als we zelf gaan slapen. En dan hopen we dat zij in één ruk doorslaapt of morgenochtend. Nu doet ze dat nog niet, maar hè, dat is wel wat we proberen nu. Maar waarom ik de camera erbij pakte is
dat er een hele grote shopbestelling van Shine binnen is gekomen. Ik ga het even openmaken. Ik ga het nu niet passen, maar ik ga het even gauw doorheen. En dan ga ik het morgen aan jullie laten zien.